Ik ben Ivar, ik ben 41 en ik ben als eerste begonnen met zeilen. Van kleins af aan al begonnen en later ook instructie gegeven en heel veel verschillende schepen gezeild. Dus omdat ik het meeste zeilervaring heb, mag ik schipper zijn. Ik ben Floris, ik ben 37, van huis uit geen zeiler, maar 3,5 jaar geleden Ivar tegengekomen en sindsdien zeil ik ook. Cursussen gevolgd om mijn niveau wat op te krikken en nu helemaal klaar voor. Wij zijn samen Sailors for Sustainability. Wij gaan de wereld rondzeilen op zoek naar duurzame oplossingen. We zien het als een ontdekkingsreis, maar dan een reis die in het teken staat van leren. Een heleboel oplossingen voor duurzaamheidsproblemen die bestaan al, die zijn ergens op de wereld al lang in de praktijk gebracht. Ja, de duurzame oplossingen die we vinden, die willen we natuurlijk zo breed mogelijk bekendmaken. En dus dat betekent dat we echt de diepte ingaan om uit te zoeken hoe het precies werkt, wat er precies gedaan is en waarom het echt een duurzame oplossing is. We zeilen natuurlijk veel, dus we gebruiken wind om van project naar project, of van oplossing naar oplossing te zeilen. We hebben een aantal zonnepanelen die voor stroom zorgen. We hebben een windgenerator die stroom opwekt. En we kunnen ook met die opgewekte stroom water zelf maken. Dus we kunnen van zoutwater zoetwater maken. De boot die heb ik gekocht in 2004. Het naam is Lucipara 2. En Lucipara staat voor een eilandengroep in de Indische Oceaan, waar ooit vroeger een stranding is geweest. De familie die daar dat heeft meegemaakt, die hebben dat allemaal overleefd. Maar het was wel een hele zware ervaring. Het dochtertje wat daarna geboren is, heeft die naam Lucipara in haar voornamen gekregen. En een paar generaties later heeft de tante Lucie, die heeft deels de bouw van de boot mogelijk gemaakt. Dus het is een eerbetoon aan tante Lucie. En de naam refereert aan die eilandengroep. Zo inzoomen. Zie je ook alle dieptes hier? Ja, er zijn verschillende landen die echt voorlopen op Nederland op bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan windenergie. Nou, Denemarken is daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van. Maar denk bijvoorbeeld ook aan bepaalde landbouwmethodes. Dat zijn bijvoorbeeld in Australië of in Brazilië zijn ze heel ver met voedselbosachtige oplossingen. Dus er zijn wel degelijk heel veel dingen die we kunnen leren van andere landen. Maar omdat het ook afhankelijk is van de wind, van projecten die we onderweg tegenkomen en mensen zeggen van oh, daar moet je eigenlijk ook nog naartoe, de seizoenen. Maar als we ons hele rondje wereld afmaken, dan denken we 3 à 5 jaar wel nodig te hebben.